Helemaal leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is avond, ik zit op de bank. Ik ben verdrietig, want ik ben vandaag mijn AirPods hoesje kwijtgeraakt. Dus ik heb net via Marktplaats een nieuw hoesje of een nieuwe oplaadcase gekocht. Ik vind het echt heel spannend, straks doet hij het helemaal niet. En ik heb de volgers gehoord, de reacties gelezen. En ik eet nu yoghurt in de avond. Heel goed! Oké, ik krijg een... Hoe noem je dit? Tutorial. Oh ja, ik krijg een tutorial hoe ik de PlayStation moet gebruiken, zodat ik Harry Potter kan spelen. Daar is hij. Oh, volgende. Oh, ik heb net het verkeerde gedaan. Dit is een andere. Ik weet niet waarom ik dat deed. Kijk. Wow! In de kopieer. Morgen, nou mensen. Het duurde te lang met downloaden. En nu is Pamela moe en ze is chagrijnig. Want het duurde te lang. Het lijkt alsof het dezelfde dag is als gisteren. Nou, dat denk ik niet. Kijk maar even naar buiten. Ik zie er namelijk hetzelfde uit. Poging 2. Dag 2. Dag 2. Hogwarts Legacy. Nu moeten jullie natuurlijk niet verwachten dat het een van een gamekanaal wordt, hè? Want dat wordt het niet. Zometeen is het klaar. Ze wil alleen even laten zien dat ze hem nu gaat spelen. Precies. Oké, ik wilde eigenlijk in een badkamer filmen, maar echt die badkamer van mijn vriend, daar kan ik echt niet filmen. Daar is echt geen licht te bekennen. Oké, ik wilde even mijn nieuwe skincare aan jullie laten zien. Ik ben er echt heel erg blij mee. Note, ik ben niet een super erge skincare specialist. Ik weet niet precies wat nou de beste producten zijn. Ik heb een paar producten die ik aangeraden heb gekregen waar ik heel erg tevreden over ben. En nu heb ik wat nieuwe dingen erbij. En ik vond het er heel goed uitzien. Ook als ik naar de ingrediënten keek. Maar of het echt het beste van het beste is, I don't know. Oké, ten eerste gebruik ik altijd deze face wash van La Roche-Posay. Dit is best prijzig. Zeker in Nederland. Ik heb dit in België gekocht en daar was het echt een stuk goedkoper. Maar in Nederland vind ik de prijzen echt heel erg duur. Maar wel heel erg goed en fijn. Deze heb ik dus aangeraden gekregen van iemand en... Ik ben er heel erg tevreden over. Ook wel zeggen dat mijn huid redelijk makkelijk is. Ik heb eigenlijk bijna nooit oneffenheden en ik reageer niet zo vaak op dingen. Dus dat is wel makkelijk. Dus nu twee nieuwe skincare producten gekocht van de Ethos. Ze hebben een hele nieuwe lijn en dat is een beetje geïnspireerd op... ik had echt een blackout. Maar deze lijn is geïnspireerd op The Ordinary. Dat zie je gewoon aan de verpakking. Aan de producten die ze hebben. De namen zijn bijna hetzelfde als The Ordinary. Het is gewoon helemaal geïnspireerd daarop. En het kostte echt maar iets van 7 euro per product. Dus dat is gewoon niet zo heel erg veel geld voor skincare. En deze heb ik meegenomen. Ze hebben nog meer. Dat ga ik denk ik ook echt halen. Want ik heb dit nu gisteren uitgeprobeerd. En het voelt zo lekker aan op de huid. Ik heb dus gekozen voor de hydraterende hyaluronzuur. Plus pro vitamine B5. Hydrateert de huid en ondersteunt vermindering van fijne lijntjes en rimpels. En de niacinamide. En dat is verkleind poriën en oneffenheden. Vermindert fijne lijntjes. Deze twee dus. En ik ben er echt... Het voelt zo fijn op de huid. Ik vind het echt heel erg fijn voelen. Dit is het flesje. Ja, mega cute. En het voelt zo fijn. Oh my god. Zo, kijk even die heerlijke hydratatie glow die je ervan krijgt. Ik ben echt excited. Dan doe ik nog deze van La Roche-Posay op, de crème. En normaal gesproken doe ik daarna ook nog een zonnebrand op. Want ik ben van plan om dat gewoon nu echt standaard in mijn routine te gaan gebruiken. Omdat SPF altijd goed is om te dragen, niet alleen in de zomer. Omdat je altijd UVA-stralen hebt, ook in de winter. En ik vind dat gewoon heel erg belangrijk om mezelf te beschermen daartegen. Alleen ben ik die vergeten vanuit thuis. Dus dat kan nu niet. Ik ben mijn hele make-up tas vergeten. Gelukkig ga ik vanavond naar huis. Slaap ik even een nachtje thuis, dus dan kan ik het allemaal weer meenemen hier naartoe. Dit is dan nu mijn look van vandaag, want ik heb geen make-up. Ik heb trouwens nog wel wat leuke updates voor jullie. Want ik ga waarschijnlijk
juf worden op een basisschool. Ik ben echt meer excited dan ik had verwacht. Maar goed, ik ga niet echt juf worden, maar ik ga waarschijnlijk muzieklessen geven op een basisschool. En ik vind het mega spannend, want ik heb nog nooit zeg maar voor een hele klas gestaan. Maar ik vind het ook zo leuk. Ik heb heel lang getwijfeld of ik dat wilde, lesgeven. Het ding is, ik vind het gewoon heel erg eng. Maar ik hou zoveel van kinderen. En hoe leuk is het dan dat ik gewoon mijn passie over kan brengen aan kinderen. Ik vind het gewoon heel spannend omdat het wel op een basisschool is. En misschien niet elk kind heel erg van muziek houdt. Maar ik hoop gewoon dat ik met mijn enthousiasme gewoon hele leuke lessen kan gaan geven. En alle kinderen een beetje meekrijg. Ja, ik vind het mega spannend. Maar ik vind het ook echt heel erg leuk. En ik hoop gewoon dat ik... ja, dat ik daar misschien wel een soort van nieuwe liefde creëer of zo. Oké, superleuk. Ik had net helemaal mooie beelden gefilmd van dat cliché in een unboxing voor jullie heb. En nu kom ik erachter dat ik echt de helft van de items in één pakketje heb gekregen. Dus dat ik denk dat de andere items nog komen. En ik wilde dus eerst in deze vlog alles gaan laten zien. Maar nu het in twee pakketjes komt, ga ik toch denk ik even wachten. Ik hoop heel erg dat het in deze vlog nog komt. En anders in de volgende vlog. Ik heb dus vorige week deze nieuwe jas gekocht. Bij de Zara. In Spanje. En ik ben er echt zo blij mee. Ik vind hem echt zo mega leuk. Even een tip voor mij. Mocht je nou deze zomer naar Spanje gaan. In Spanje is alles echt zoveel goedkoper. Deze is van de Zara en daar is de Zara sowieso 10 euro goedkoper dan in Nederland. Dus mocht je iets willen hebben, koop het daar. Ik doe vandaag wel even een sjaal om, want ik weet niet hoe warm het is of koud. Oh, ik heb het helemaal warm van het fietsen. Oké, ik ben terug en ik ben naar de psycholoog nog heel even de stad in gegaan. Want ik heb een kistje gekocht. Speciaal voor mijn vriend. Als in, het is voor mij, maar het is ook deels voor hem. Als ik hem in elkaar krijg. Dat is... Ik ben natuurlijk best wel vaak in de week hier bij hem thuis. En Daan wordt er inmiddels best wel gek van dat ik overal een beetje mijn spulletjes heb slingeren. En dan heb ik het vooral over make-up en skincare en dat soort dingen waar hij helemaal niks mee te maken heeft. Dus ik dacht, als ik nou even zo'n kratje koop, dan zet ik al mijn producten daarin. En dan zet ik die, zeg maar, denk dat ik die dan daaronder, even kijken hoor, daar, bij dat kastje, daaronder neerzet. Ik denk dat ik het dan daaronder neerzet en dan liggen mijn spulletjes gewoon een beetje bij elkaar. En dan heeft hij iets meer ruimte in de badkamer, want hij heeft gewoon een hele kleine badkamer. Zo, nou, dit zegt wel hoeveel spulletjes ik heb. Het zit gelijk helemaal vol. Maar goed, ik heb hier mijn watjes, mijn micellair water. Dan heb ik hier nog make-up remover. Haar, nagel en huidpilletjes. Die heb ik net gekocht. Ik ga het maar eens proberen. Een nagelolie, twee parfums. Dit zijn mijn medicijnen. Dan heb ik hier mijn skincare. Nog twee foundations die er eigenlijk uiteindelijk uit kunnen. Maar... en mijn borstel. Dus nu zit alles lekker bij elkaar en heeft hij er geen last meer van. Oké, ik ga nu zo meteen de deur uit. Want ik ga vanaf naar een voorstelling. The Murder on the Orient Express in de Lamar. En daarna gaan we lekker naar mijn huis. Want we moeten morgen weer werken. En morgen ga ik nog iets heel erg leuks doen. Maar dat ga ik morgen aan jullie laten zien. Dus... Ik zei gisteren al dat ik iets heel erg leuks ga doen vandaag. En het zit hier beneden mij met mij te spelen. Hallo, Lua. Kijk, dit is Lua. En Lua is een beetje druk en hyper en wil mij bijten in mijn gezicht. Kijk eens dan, Lua. Ja. Oh. Kijk, daar is ze. Luaatje. Het is dus de puppy van het zusje van Daan. En vandaag had ze even geen oppas. En nu kom ik lekker oppassen, hè?
En het is echt een puppy. Ze zit alleen maar in mijn vingers te bijten. En dat mag ze niet. Dus dan gaan we even een speeltje voor pakken. Hierin. Hierin bijten. Nee. Dat is nogal moeilijk met een puppy. Ja, met een kleine draak. Met absoluut een kleine draak. Nee. Zit. Goed zo. Goed zo. Dit vind ik echt geweldig om te doen. Ik wil namelijk zelf ook echt super graag een hondje, maar dat kan gewoon niet met mijn werk. En ook gewoon, ik wil eerst een goed huis en alles hebben. En dan pas wil ik over een hond nadenken, maar zo oppassen vind ik dan wel echt heel erg leuk. Kijk eens even. Jij bent al zo klein. Ja, pootje. Poot. Ja, zo goed van jou. Het is 2 dagen verder en mijn tweede pakketje van Shein is er. Dus ik dacht, ik ga nu de unboxing opnemen. Ik ga eerst heel even beginnen met hetgene wat ik aan heb. Dat is dit grijze pak. En die heb ik nu echt al de afgelopen 2 dagen aangehad. Maar ik vind hem echt amazing. Hij is echt heel mooi. Hij zit ook heel mooi. En ja, mega blij mee. En dan pak ik ook gelijk even het tweede item wat ik heb van Shein. En dat is deze tas. Mega blij mee ook. Omdat dit gewoon een lekker tussenformaatje is. Waar wel best wel veel in past. En ja, ik ben er heel blij mee. Ik zet trouwens alle linkjes van de items in de beschrijving. Dus kijk daar zeker even. Ik ga eerst even alles eruit halen. Ik had dus gemaild naar Shein en het bleek dus inderdaad zo te zijn dat mijn pakket in 2 delen kwam. Dus daarom duurde dit tweede pakket nog ietsje langer. Maar het is uiteindelijk volgens mij binnen 1,5 week of zo binnengekomen. Dus dat is best wel chill. Ik begin eerst nog even met een item die ik ook al heb gedragen. En die in mijn tas zat. Het is denk ik alleen een beetje moeilijk te laten zien als ik hem niet aan heb. Maar dat is deze witte top. Nou ja, zoals ik al zei, als ik hem zo hou dan denk je, nou ja, wat is dit voor een raar shirt? Maar hij is echt heel erg nice. Maar je moet maar even op mijn TikTok kijken voor de aanbeelden. En het is ook echt een heel zacht stofje. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. Het is echt een hele fijne basic voor in de zomer. Dan gaan we deze openmaken. Oh, hij is echt best wel mooi. Dat had ik niet per se verwacht. Ik heb nog een tas besteld en dat is deze rode. Ik vond deze gewoon heel tof. Kijk hoe leuk die ook is bij dit pak. Ik vond het gewoon een hele mooie kleur. Het stinkt wel echt heel erg. Ja, dat is wel vaker zo als je een beetje dat nepleerachtige koopt op Shein. Dus dat had ik op zich kunnen verwachten. Maar verder is het wel een hele leuke tas. Dan het volgende item. En dit vond ik ook heel erg leuk. Het is een soort spijkerblouse. Hij valt best wel oversized. En je kan hem zeg maar zo dicht dragen, maar ook open. En ik vond hem echt heel erg leuker uitzien op de site. Hier ben ik ook heel erg blij mee. Ook leuk, denk ik. Volgens mij heb ik wel een beetje een spijkerbroek in deze kleur. Ja, oh, hier ben ik echt ook zo excited voor. En ik hoop zo dat het de goede maat is. Want dat vind ik altijd nog, denk ik, het meest spannend op Shein. Ik heb namelijk nog een soort van grijs pak gekocht. Maar dan zonder jasje, maar met een gilet. Dit is de broek. Ik voel wel al dat er wel wat stretch in zit. Dat is fijn. Gewoon een pantalon. En dan daarboven zit dan deze. Ik hoop echt heel erg dat die past. Want ik vind hem wel vrij klein ogen. Blijven even in het spijkerthema. Want ik heb nog een soort spijkerflesje gekocht. En dat is deze. Dat is een kortere variant. Hij is ook best wel heel erg kort. Het is echt wel voor in de zomer. Volgens mij komt hij echt zeg maar tot boven mijn navel. Maar ik vond deze ook zo mega leuk met die streepjes. Ach, jongens, kan ik niet wachten tot het zomer is. Volgende, dit is ook echt iets wat ik gewoon echt voor de lente en de zomer heb uitgekozen. En wat ik echt zo leuk vind. En dat is deze broek met streepjes. Ook altijd verkeerd om. Maar het is gewoon zo'n wijdvallende broek van best een dun stofje. Hij schijnt wel best wel door, denk ik, zo te zien. Ik moet er wel even een goede onderbroek onder dragen. Maar kijk even hoe leuk. Super leuk. Maar ik moet er dus wel even, denk ik, een huidskleurige onderbroek of zo onder dragen. En dan alweer het laatste item. En deze had ik ook al uitgepakt. Deze heb ik ook al op mijn TikTok gefilmd. En dat is een blouse.
En dit is zo'n blouse met die zeg maar van de voorkant geknoopt is. Strikjes, zeg maar. Ja, ik kan het niet zo goed laten zien nu. Maar daarvoor moet je echt even naar mijn TikTok gaan. Maar hier ben ik super blij mee. Hij is echt heel mooi en ook een heel mooi stofje weer. En ja, dit is gewoon echt... Met Shein is het gewoon echt zo. Je moet echt heel goed zoeken. Ik heb best wel veel items al thuis van Shein. En heel veel items zijn ook echt mijn lievelingsitems. Wat ik echt super vaak draag. Maar je moet daarvoor wel gewoon even een beetje moeite doen. Dus ja, er zit heel veel troep op die website. Maar er zitten ook echt heel veel mooie dingen. Alleen daarvoor moet je gewoon echt goed zoeken en de reviews lezen. En ja, dan kom je echt best wel bij pareltjes terecht. Maar daarvoor moet je wel best wel moeite doen. Ik zit heel vaak op de site ook gewoon en dan kijk ik bij een item. En dan ga ik echt eerst de reviews lezen. En als die negatief zijn, dan koop ik het ook gewoon niet. En dan als laatste heb ik ook nog een accessoire. En deze vond ik echt super mega leuk voor in de zomer. Dat is namelijk deze best wel chunky ketting. Met een zonnetje. En dit vond ik echt... Kijk even hoe leuk dat is. Ja. Ja, dit vond ik echt super leuk. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Dus zoals je ziet, best wel veel lekkere zomerse items. Ik heb gewoon heel veel zin in de lente en in de zomer. Dus ik ben daar lekker al voor aan het shoppen. Goed, nou, dat is alles wat ik heb uitgezocht. Dit was dus een samenwerking met Shein. Maar ik krijg hier niet betaald voor. Het is puur dat ik items mocht uitzoeken. Ik ga nu deze items niet meer filmen voor TikTok. Dat ga ik morgen lekker doen. Want ik moet straks werken. Dus ik ga nog even lekker chillen voordat ik moet werken. En dan ga ik morgen lekker de video's filmen voor TikTok. Ben je al aan het winnen? Ja, volgens mij wel. Someone is hidden somewhere. Yeah, perhaps it is. Hij is echt al heel erg lang Harry Potter aan het spelen. Dat spel hadden we deels gekocht voor mij, maar ik kom er niet eens aan toe. Want meneertje die zit al uren te spelen. Ik wilde eigenlijk even gewoon filmen met mijn camera, maar mijn camera moet ik echt al dagen opladen. En dat heb ik nu eindelijk even in de oplader gelegd. Maar ik wilde wel heel even wat filmen. Ik ben inmiddels echt al een paar dagen verder sinds dat ik voor het laatst heb gevlogd. Ja, het lastige is gewoon op de dagen dat ik werk. Ik werk in de horeca. Ik zeg het even nog een keer. lig ik eigenlijk gewoon vrijwel de hele dag een beetje in bed te chillen. En dan ga ik rond 2-3 uur boodschappen doen, koken. Dan ga ik op tijd eten en dan om 5 uur moet ik werken. Dus dan is er vaak gewoon niet zoveel boeiends om te filmen. En dat is best wel even lastig. Want daardoor heb ik gewoon heel veel dagen dat ik echt niks aan het doen ben. En dat wil ik gewoon niet filmen. Vandaag ben ik even lekker een dagje vrij. En ik ga straks lekker naar mama toe. En dan blijf ik even bij mama eten. Wat ik wel even fijn vind. Want ik heb haar inmiddels alweer bijna 2 weken niet gezien. Dus ik vind het wel belangrijk om wel even vaak langs te gaan bij haar. Dus daar heb ik zin in. Ik ben helemaal volledig hooked over Married at First Sight. Ik ben er 2 weken geleden mee begonnen en ik heb hem nu bijna afgekeken. Ik ben bij de 1e laatste aflevering. Dus dat ben ik ook echt heel veel aan het doen. Ik ben heel veel, zeg maar, Married at First Sight aan het kijken. Of aan het gamen, want ja, Daan heeft dus een PlayStation 5 gekocht. En ik vind het ook echt leuk om te doen, dus ik ben ook aan het gamen. Ik heb gisteren een gesprek gehad op de basisschool waar ik les ga geven. Was heel erg leuk, lieve mensen. Ik vind het wel heel spannend. Ik vind het echt heel erg spannend om voor een hele klas met kinderen te gaan staan. Daar ga ik niet over liegen. Ik heb over 2 weken mijn eerste werkdag. En ja, ik vind het echt heel erg spannend. Maar ik ben wel benieuwd naar de uitdaging en wat het gaat doen en of ik het leuk ga vinden. En ja, ik ben wel heel nieuwsgierig en ik vind het wel heel erg leuk dat ik lessen ga geven in hetgeen wat ik ook heel leuk vind. Hallo. Ga naar Pam kijken. Hey. Ben je moe? Kijk eens met wie ik ben, jongens. Hallo. Dat is lang geleden. Heel lang geleden. Oh, kijk, Milo wordt gelijk weer wakker. Oké. Okay. Ja. Ja. We hebben een foto gemaakt, hè? Hij is nu... Ik krijg een speciaal plekje. Ja, met jou, hè? Oh, hij is wel echt heel schattig. Ja, jij kan blaffen.
Oh, deze is echt zo lief geworden. Mooi, hè? Ja, sta jij er ook mooi op, hè? Wat een goede hond, hè? Helemaal trucjes. Oké, hi. Ik ben eindelijk weer even in de vlog. Ik heb echt een aantal dagen niet meer gevlogd. Ik weet niet eens meer wanneer de laatste keer was dat ik mijn camera erbij heb gepakt. Het was sowieso met mijn telefoon ook, denk ik. Ik moet even eerlijk met jullie zijn, want ik weet gewoon niet wat ik wil in mijn leven. Ik word er helemaal gek van. Zeg maar, alles met wat er nu gaande is, is echt prima. Maar ik ben zo zoekende naar alles in het leven. Zoekend hoe ik wil leven, wat ik wil überhaupt. Ik ben op zoek naar ontspanning die ik niet kan vinden. Ik ben gewoon heel vaak gestrest. Het is heel vaak te veel. Terwijl ik eigenlijk alles best wel gewoon redelijk oké heb nu. Maar ik ben gewoon zo zoekende met zoveel dingen. En dat is zo ingewikkeld. Ik ga echt elke week door 100 fases heen. Ik ben gewoon echt zoekende naar hoe ik mijn leven wil indelen. Het is gewoon echt veel in mijn hoofd. Dus daarom is deze vlog ook gewoon weer dat ik denk, wat heb ik nou eigenlijk allemaal gefilmd? Ik heb weer 1000 dingen los van elkaar gefilmd. Er zit totaal geen lijn in. Ik heb ook gewoon niet meer de ruimte gehad om mijn camera te pakken. Omdat ik gewoon alleen maar aan het huilen was. En alleen maar aan het stressen. En niet weten wat ik wil. En bleh. Maar goed, ik dacht, ja, ik kan deze vlog wel gewoon niet afmaken. En het gewoon niet plaatsen. En weet ik wat. Maar er zitten ook wel wat dingen in deze vlog die ik wel gewoon graag online wil zetten. En buiten dat is het ook gewoon een videodagboek voor mezelf. En vind ik het ook juist wel interessant om dit te plaatsen. Omdat ik denk dat er zoveel meer mensen zijn die hiermee struggelen. Misschien lijkt het soms alsof ik echt een fantastisch leven heb. Maar ook ik ben zo zoekende in het leven. En dat is best wel pittig. Soms. Maar ik denk dat het ook gewoon een beetje bij de leeftijd hoort. En bij gewoon nu even de fase in mijn leven. En ik hoop gewoon zo dat dit over een tijdje allemaal op zijn plek valt. En dat... Misschien is het een goed idee dat ik deze vlog nu gewoon afsluit. Volgens mij heb ik namelijk wel redelijk wat beelden al gemaakt. En kan ik gewoon weer even deze video uploaden. En daarna kijken wanneer ik weer de ruimte voel om weer een nieuwe vlog op te nemen. Alleen moet alles wel even op een rijtje in mijn hoofd. Ik zou ook zeker zeggen, volg me gewoon overal op Instagram en TikTok. Want het kan zomaar zijn dat ik opeens bedenk, oh, ik ga toch lekker meer op TikTok plaatsen. Of ja, weet je, my life is a mess right now. Dus dat. Oké, nou, heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag bij een volgende vlog.